Ja, voorzitter, veel dank, veel dank. En wij danken Mark Rutte vanuit onze fractie en partij voor zijn inzet voor Nederland. Hij heeft met hart en ziel gewerkt, altijd optimistisch en gedreven. Ik kan me eigenlijk geen chagrijnige dag herinneren tot afgelopen week, zeg maar. Maar wij vinden het wel goed dat hij vertrekt, voorzitter. Laten we daar ook duidelijk over zijn, want de houdbaarheidsdatum van Rutte die was al toch enige tijd verstreken. Onder zijn kabinet is veel goed gegaan, maar ook veel niet. En de belastingen, weten we allemaal, zijn gestegen fors onder het beleid Rutte. Er is nog meer macht naar Brussel gegaan en het is absoluut niet gelukt om de asielcrisis op te lossen. Sterker nog, dat beleid is feitelijk compleet in de soep gelopen. En de erfenis Rutte zal uitgebreid worden geanalyseerd, nabeschouwd, maar wij denken dat de balans niet geweldig is. Als dit kabinet nou ergens over zou gaan struikelen, dan was dat inderdaad wel voorspelbaar, het asielbeleid, voorzitter. Plus alle gevolgen van de toenemende migratiedruk, denk aan de woningnood, de voorzieningen, de scholen, de sociale zekerheid. Het is een kettingreactie feitelijk door overmigratie. En al sinds de start van het kabinet liep die coalitie om de hete brei heen, stapelde men problemen in plaats van ze op te lossen. En alle suggesties en voorstellen vanuit onze partij, of het nou de inperking van gezinshereniging is, afspraken met derde landen, controles aan de grens, druk zetten op veilige landen, strafbaar stellen van illegaliteit, of we dat nou deden in de commissies of hier plenair, het kon niet, het mocht niet. En op alle onderwerpen bogen VVD en CDA toch uiteindelijk weer naar links. Terwijl met ons wat kan wel asielplan heel veel mogelijk was geweest. En ook zonder in verdragen te hoeven snijden. Voorzitter, dat dan toch nog een keer de grens bereikt zou worden, zelfs voor de VVD, dat is mooi voor Nederland, maar het is wel 10 jaar te laat. De netto-immigratie onder Rutte steeg van 30.000 in 2011 naar 230.000 migranten vorig jaar. Dat is dus een verachtvoudiging. Toen in 2015 de stroom asielzoekers uit Syrië kwam, zei Rutte dit nooit meer. En nu, 8 jaar later, is de prognose dat we er toch weer 70.000 bij krijgen. Dat zijn dus wel 10.000 meer dan in het jaar 2015. En de pijnlijke werkelijkheid is dan ook dat onder de opvolgende kabinetten Rutte er geen stilstand is. Het is achteruitgang geweest. En terwijl uit alle kiezersonderzoeken blijkt, van links tot rechts, een enorme consensus over dat asielbeleid, over de noodzaak om die asielstroom in te perken, werd de crisis eigenlijk alleen maar verder in de hand gewerkt. En de aanzuigende werking werd vergroot door het Marrakesh-pact, waar migratie als een mensenrecht werd gezien, door ons te laten piepelen door Marokko, door het voornemen om gemeenten wettelijk te gaan verplichten tot asielopvang en recent door het instemmen met een Europees migratiepact dat natuurlijk neerkomt op een dwangwet op Europees niveau. Een reeks waar één boodschap als rode draad doorheen liep: kom naar Nederland, want er is hier echt altijd plek. En voorzitter, u weet het, eenmaal hier is nooit meer weg. Nou is de kwalijke praktijk van de gezinshereniging duidelijk gemaakt door de teamleider van Vluchtelingenwerk op Twitter afgelopen week. Zij is verantwoordelijk, of was verantwoordelijk voor het begeleiden van gezinshereniging en ze deed haar verhaal. Zij ziet hoe mannen alleen uit kostenoverwegingen, dus centjes, deze kant op komen, hun gezin achterlaten, zich in Nederland tijdens de procedure vermaken met drank, drugs en nieuwe vrouwen en zelfs het personeel proberen te versieren. Het is toch droevig dat een partij als de ChristenUnie Gezinspartij dus loyaler is aan deze mensen dan aan de Nederlandse gezinnen die blijvend wachten op een huis waar de kinderen tot hun 30ste thuis moeten blijven wonen omdat er gewoon geen huis meer beschikbaar is. Voorzitter, onbegrijpelijk. Maar Rutte wist wel met wie hij in zee ging. Ik zeg tegen hem, en dat is ook goed voor straks als u voor de klas staat, voor uw leerlingen: when people show you who they are, believe them the first time. Voorzitter. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, als meneer Eertmans kiest voor oprechte uitlokking, dan kan hij ook een oprechte reactie krijgen. Dat is onzin. Ja. Het is heel duidelijk dat de ChristenUnie staat inderdaad voor gezinnen dat kinderen bij hun ouders mogen opgroeien. Maar als we naar het geheel van de instroom kijken in Nederland, dan gaat het over een kleine groep van 5.000 mensen ten opzichte van de 228.000 die hier binnenkomen. Ik weet dat de heer Eertmans van cijfers houdt, voorzitter, dus ik dacht laat ik het zo doen. Ja. En dan is het zaak om werk te maken van arbeidsmigratie. Om te zorgen dat we hier geen tomatenplukkers alleen maar naartoe halen, maar dat we zorgen dat we geen lage lonenland zijn, dat het minimumloon omhoog gaat. Ik ben heel benieuwd naar de voorstellen van jaar 21 op dat punt, in plaats van zo'n rare frame. Zou Sieren, als die dat even anders neerzet. De heer Eertmans. Voorzitter, mevrouw Bikker laat de coalitie klappen
op een stelsel dat in de rest van Europa heel gebruikelijk is, dat ook gewoon prima beschikbaar is, namelijk het twee-statenstelsel, waarbij je inderdaad minder bescherming en minder mogelijkheden tot het binnenhalen van de hele familie mogelijk maakt voor mensen met een andere status dan een echte vluchteling. Nou, daar heeft u een dik punt van gemaakt. Dat mag, maar ik geef u aan dat we daarmee dus een heleboel mensen hier naartoe halen die daar dus ook helemaal geen recht op moeten hebben. Mevrouw Bikker. Voorzitter, het feitenvrij doorpraten lukt uitstekend. Maar als het toch even heel helder mag zijn, de ChristenUnie heeft stappen gezet. Juist ook om te kijken hoe kunnen we in een Europees beleid harmoniseren. Gaat u straks ook in de stukken zien. Heus niet allemaal dingen die ik op applaus rekenen bij mijn congres. Maar die wel gaan over de feiten. En wat ik zo zat ben, is continu dat frame. Alsof de meest kwetsbare mensen het hier in dit land verstieren. Nee, dat zijn die veilige derde landers die het hier in die bussen onmogelijk maken. En die mogen van mij terug. Daar kunnen we het over hebben. Maar doe niet alsof ik daarin naïef ben. Want dat is eigenlijk, voorzitter, toch de partij van de heer Eertmans. Die net doet of de meest kwetsbare mensen de problemen zijn. Dat zijn ze niet. Laten we het hebben over de echte problemen. Mevrouw Bikker, u bent naïef en u sluit uw ogen. Er worden kinderen voor uitgestuurd vanuit Syrië om hier asiel aan te vragen en de rest van de familie vervolgens laten overkomen. Dat verzoek wordt in Nederland gedaan. Terwijl heel veel landen, voorzitter, meneer. Voorzitter, in heel veel landen moet dat daar gebeuren. Dat is wat de ChristenUnie, waar u uw ogen voor sluit. He, er wordt gewoon misbruik gemaakt van ons systeem. Door mensen die hier naartoe komen om redenen van geld en vervolgens de familie laat meekomen. En u heeft daar een punt van gemaakt om dat juist te laten voortbestaan. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Tot slot, mevrouw. Ja, voorzitter. Opnieuw begint de heer Eertmans met een frame, een soort verhaal over hoe wij dat zouden doen. Ik leg hem duidelijk de cijfers neer. Dat ik bij een groep van 5000 zeg, gaan we niet doen. Kinderen horen bij hun ouders te blijven, zeker kinderen van oorlogsvluchtelingen. Dat ik van een grote groep zeg, mag je stevig aanpakken. Of het nou gaat om mensen die veilig zijn in hun eigen land, neem Marokko, neem Algerije. Of dat het gaat om toch ook wel de hele grote groep aan arbeidsmigranten. De heer Eertmans komt uit Rotterdam, voorzitter. Hij zou heel goed kunnen weten welke problemen juist arbeidsmigranten die geen werk meer hebben, daar opleveren. En wie daaraan verdienen. Dat weet hij heel goed. En dan is het een keuze, voorzitter, om lekker de ChristenUnie te framen op zijn manier. Mag hij doen, hoor. Ieder zo zijn lolletje. Maar het is geen oplossing van de problemen. En daarover zijn we het voorlopig nog niet eens. Dat is helder. Ja. Want u volgt ja, mevrouw Bikker wil graag over tomatenplukkers praten. Ik heb het gewoon over het misbruik. En dat wordt tentoongesteld door de teamleider van Vluchtelingenwerk zelf. Die dit perverse beleid, wat het is, en door de ChristenUnie blijkbaar niet wordt tegengewerkt. Door dat perverse beleid te blijven ondersteunen. We worden gewoon gepiepeld, mevrouw Bikker, in Nederland. Dat moet u nou eens begrijpen als het gaat over nareizigers en het asielbeleid. Voorzitter, daar gaan wij verder mee in de commissie. Daar zullen wij de ChristenUnie op blijven attackeren. Voorzitter, ik zei dus, when people show you who they are, believe them the first time. Dat een strenger asielbeleid met D66 en de ChristenUnie een illusie is, voorzitter, dat weet gewoon helemaal iedereen. Dus daar hoeven we ook niet omheen te lopen. Nou, waar is het nu nog niet te laat voor een weg vooruit? Wij gaan de verkiezingen in, voorzitter, als Ja 21 met de omkering van het asielstelsel. Een streng Deens model. Voortvarende terugkeer van uitgeprocedeerden en veel meer actie om asielopvang buiten de Europese Unie te organiseren. En natuurlijk zonder die dwangwet. Zonder die dwangwet. Die moet per direct van tafel. Niemand zit op die wet te wachten. Ja, 21 zal straks motie in gaan dienen om dit te bewerkstelligen. Voorzitter, de komende maanden moeten wij gebruiken hier in de Kamer onze tijd om te repareren wat te repareren valt. Dus geen onderdachte en onbetaalbare klimaatmaatregelen doordrukken in Nederland van het stikstofslot en focus op veiligheid en zorg. Voorzitter, we zijn met de VVD linksaf de sloot ingereden en daar moeten we echt rechtsaf weer uit. Er moet dus een nieuwe regering komen, doortastend, maar die ook op het asielterrein ziet wat er wel kan. Voorzitter, ik wil afronden met één vraag aan de premier. Deelt hij de mening? Ja, dat is de eerste vraag. Ik hoop niet de laatste, maar in ieder geval heeft u ruimte genoeg om het antwoord te bedenken. Voorzitter, die vraag is eigenlijk vrij eenvoudig. Niet wat gaat u doen, die zal buiten al gesteld zijn. Maar wat vindt de premier nu de asieldeal is mislukt en de bodem is eigenlijk compleet is weggeslagen onder dat asielbeleid, om die dwangwet nou toch nog door te zetten? Hoe denkt het demissionaire kabinet erover? Vindt u niet dat die gewoon moet worden ingetrokken? Eigenlijk conform wat fractieleider van de VVD eigenlijk ook met zoveel woorden zei. Voorzitter, ik rond af. Wij kijken uit bij J21 naar nieuwe verkiezingen. We hebben de energie, we hebben de ambitie en het verantwoordelijkheidsgevoel om Nederland te gaan veranderen. Dank u wel.